Goeiedag, welkom bij deze nieuwe 30-daagse weervideo van Weerplaza. We hebben deze week een paar lichtwinterse dagen gehad met hagel- en sneeuwbuien. Dat leverde verspreid over het land ook een sneeuwlaagje op. In het noordoosten en oosten plaatselijk zelfs even rond de 10 centimeter gisteravond en afgelopen nacht. Maar overdag smelt die sneeuw vaak toch weer weg, want de temperatuur komt meestal ruim boven het vriespunt uit. Over het algemeen weinig bijzonderheden voor de laatste week, anderhalve week van november. Maar we zullen toch wel weten dat we langzaam een beetje richting de winter gaan. Nou, hoe dat de komende weken verder gaat, gaan we in deze weervideo bekijken. Te beginnen met de actuele situatie. We hebben nog steeds te maken met een noord- tot noordwestelijke hoogtestroming. Met de aanvoer dus van vrij koude lucht, maar dat wordt dit weekend afgesneden. Door een krachtig lage drukgebied ten westen van ons steekt vanaf zondag een stevige zuid- tot zuidwestenwind op. Die volgende week ook nog een tijdje aanhoudt en dat zorgt voor de aanvoer van flink zachtere lucht, zeg maar gerust, zeer zachte lucht. Met name zondag en maandag gaan we dat merken. Nou, op de langere termijn bouwt zich een vrij groot hoge drukgebied op boven onze omgeving, ten noorden van ons. En dat betekent in de loop van volgende week een overgang naar relatief rustig weer met een meestal zuidoost- tot oostelijke stroming. Maar de aanvoer van echt koude lucht zit er voorlopig niet in, want er zit eigenlijk nergens in Europa echte kou op dit moment. Nou, we beginnen even met de hoogtekaarten te bekijken. Komende week zien we dus heel veel hoge druk. We beginnen de week nog met een kleine storing in onze omgeving, maar vanaf woensdag is het dan overwegend droog met dus veel hoge druk in onze nabijheid. De straalstroom is relatief zwak voor deze tijd van het jaar. Alleen boven het hoge noorden van Scandinavië en op de Atlantische Oceaan zien we iets meer wind op grotere hoogte. Maar dat lijkt in de eerste helft van december te gaan veranderen. Want leggen we de kaart over 2 weken daarnaast, dan zien we dat het hoge drukgebied langzaam zich wat naar het zuiden terugtrekt. Lage druk breidt zich vanaf de oceaan geleidelijk uit richting West-Europa. En de lijntjes komen veel dichter bij elkaar te liggen. Dat betekent dat de straalstroom toch wel behoorlijk gaat aansterken. Hoe zuidelijk die straalstroom dan komt te liggen, want als het vrij zuidelijk is, net zoals deze week, dan kan het ook zomaar zijn dat wij net aan de koude kant van die jet terechtkomen, met dus af en toe winterse buien. Maar echt lage temperaturen zal dat toch nooit gaan opleveren. Serieuze kou zit er voorlopig namelijk niet. En daar begint het natuurlijk wel. In ieder geval een serieuze, potentieel serieuze winterperiode. Nou, de luchtdrukafwijking voor volgende week ziet er dus zo uit. Veel roze kleuren betekent veel hoge druk. En storingen met neerslag liggen eigenlijk ver bij ons vandaan. Op maandag na. En maandag, dat is ook de reden waarom dit groene gebiedje hier ligt. Dat levert behoorlijk wat neerslag op, met name net ten zuiden van ons land. Misschien wel 20 of 30 mm in die contreien op sommige plaatsen. Een koufront sleept namelijk lange tijd over deze regio heen. Misschien ook wel over een deel van Nederland. En daardoor krijgen we volgende week, door de eerste dag, al een neerslagoverschot eigenlijk voor die week. Vandaar dat deze kaart deels groen kleurt, maar de rest van de week lijkt het toch overwegend droog te zijn. Het vertekent dus wel een heel klein beetje. Nou, kijken we dan naar de temperaturen, dan zien we dus die piek rondom zondag. Gemiddeld over het land een graad of 15, 16, maar in het zuiden van het land wordt het misschien wel 17 graden, maar liefst. Behoorlijk hoog voor deze tijd van het jaar. Daar worden waarschijnlijk datumrecords voor zondag, voor 24 november. En in de loop van volgende week dan zien we dat de temperatuur weer wat gaat dalen, maar blijft wel schommelen rond een graad of 10 overdag. En tijdens de nachten, ja, met de nabijheid van dat hoge drukgebied, zal het zeker tijdens opklaringen toch wel weer af en toe afkoelen richting of misschien een paar graden onder het vriespunt. Maar heel bijzonder kunnen we dat toch niet noemen voor deze tijd van het jaar. Nou, dat zien we ook op de verwachte temperatuurafwijking voor volgende week. Er zit wel wat koude lucht in het zuidoosten en oosten van Europa, ook richting Rusland, maar dat zijn geen schokkende afwijkingen. Het is daar wel zo dat het daar van tijd tot tijd tot wat sneeuw en ook lichte vorst komt. Nou, bij ons in de omgeving dus een zuidelijke stroming met de aanvoer van behoorlijk zachte lucht. Temperaturen gemiddeld over volgende week zo'n 3, misschien lokaal zelfs wel iets meer dan 3 graden boven de norm voor de laatste week van november. Nou, kijken we dan naar de eerste week van december. Dan zien we dat het hoge drukgebied dat aanvankelijk net ten noorden van ons ligt zich langzaam richting Centraal-Europa gaat verplaatsen. Althans, volgens de meeste clusters, volgens de meeste berekeningen.
En een lager drukgebied, een depressie boven de oceaan, komt geleidelijk wat dichterbij ten westen van IJsland uit. En dan zitten wij eigenlijk nog steeds met een zuidwestelijke stroming met relatief warme lucht. En dat blijft de week daarna eigenlijk ook in stand. Al zien we de hoge drukinvloed dan wel geleidelijk afnemen. Dat komt ook mede omdat de termijn gewoon verder vooruit gaat. De clusters lopen wat meer uiteen. De verwachting wordt onzekerder. Dat betekent dat de kaart ook veel witter kleurt. Nou, dat zien we natuurlijk heel duidelijk hier terug. Wel een signaal duidelijk voor hoge druk ten zuiden van ons, lage druk ten noordwesten van ons. En dat is eigenlijk een beetje een klassiek beeld wat we de afgelopen jaren vaker hebben zien ontstaan, zo rond half december. De potentiële weststroming met dus vrij hoge temperaturen voor de tijd van het jaar en vaak behoorlijk wisselvallig weer. Waar het de eerste deel van december dus relatief droog lijkt te verlopen onder invloed van het hoge drukgebied, wordt het richting half december waarschijnlijk dus wel wisselvalliger. Dat zien we ook mooi op deze neerslagkaart terug. Bij ons nog wel wat oranje kleuren in de omgeving. Dat heeft te maken met dat hoge drukgebied dat zich langzaam terugtrekt richting Centraal- en Zuid-Europa. Maar ten westen van ons duidelijk te nat voor de tijd van het jaar. En dat zal zich dan met die inkomende weststroming geleidelijk naar ons gaan verplaatsen. Het is dus wel zo dat in geval van een zuidelijke straalstroom lage drukgebieden zich ook ten zuiden van ons langs kunnen bewegen. Eigenlijk wat deze week ook een paar keer is gebeurd. En dan zul je zien dat we misschien af en toe toch even aan de koude kant terechtkomen. Met dus van tijd tot tijd ook winterse neerslag. Maar onder invloed van die westelijke stroming en het gebrek aan echt koude lucht zal die winterse neerslag vaak toch van tijdelijke aard zijn. Ja, de temperatuurafwijkingen zijn ook begin een half december duidelijk. Veel rode kleuren in Europa. Ten oosten van ons, ver ten oosten van ons, wel iets te lage temperaturen voor de tijd van het jaar. Dat heeft vooral te maken met een koude plaklaag die daar onder een hoge drukgebied aanwezig is. Maar niet zozeer met echte transportkou. Over het algemeen zien we dus de komende anderhalve week, zeker na maandag, veel hoge druk. En dat betekent een vrij lange droge periode die aanstaande is. Ja, en van echt koude lucht is voorlopig geen sprake. Het is wel zo dus dat in de loop van volgende week en de eerste week van december het af en toe tot nachtvorst kan komen tijdens heldere nachten onder invloed van het hoge drukgebied. Maar echt serieuze winterkou, dat zit voorlopig niet in de kaarten. Ik wens u voor nu alvast een goed weekend.